Martin Verkerk hier te gast bij de wildcard finale. Te gast zeg ik, maar eigenlijk aan het werk. Want als coach van Fabian van der Lans, hoe lang werken jullie al samen? Ja, we zijn nu ongeveer 4 weken bezig. Hij is veel in de gym bezig. Ik vind dat hij wat kilo's moet aankomen, wel in spier natuurlijk. En sinds een weekje zijn we ook op de baan aan het trainen. En dit is een mooie uitdaging voor hem. En zelf als coach aan de slag, hoe ben je tot dat besluit gekomen? Nou, ik heb al een jaar een tennisacademie. Sinds 3 maanden mijn eigen tennisacademie met een jaar pluggers samen. Loopt heel goed, we zijn druk. We hebben heel veel recreatielessen. Maar ook 2 talenten nu, Kimberly van Rijn en Fabian van der Lans. En, dus ja, het gaat voortvarend. Ik ga ongeveer 10 tot 15 weken per jaar met hem mee. Dus ja, hij heeft er al een keer eerder aan gesnuffeld. Hij heeft 1 ATP-punt. Alleen er moeten een aantal dingen beter en we beginnen vanaf maart met op de Tour. Waarom geloof je in Van der Lans? Want ik neem aan dat je in hem gelooft. Ja, nou ja, het is wel duidelijk dat het een groot talent is. Linkshandig, hele snelle arm. Er zijn wel dingen die beter moeten. Ik vind dat hij te veel naar achter tennist. Zelf meer in de baan moet hij spelen. Alleen ja, ik ben wel gecharmeerd van hem ook als persoon, maar ook zeker van zijn talent. Wat is de aanloop voor jezelf geweest hier naartoe? Is het altijd zo duidelijk geweest dat je dit wilde als coach weer aan de slag? Nou, niet altijd. Een tijdje uit de tennis geweest, maar het is toch wel wat begint te kriebelen. En ik heb wel gezegd dat ik een eigen tennisacademie wil, samen met mijn compagnon. Het is wel zo dat ik alleen wil gaan reizen als het echt groot talent is. En toen kwam Fabian en in mijn ogen is die echt een groot talent en dan wil ik wel weer reizen. Schat zijn potentie eens in. Ja, moeilijk te zeggen. Laten we beginnen met dat hij ooit top 100 van de wereld staat over 3 jaar. Dat is de bedoeling. Maar het ligt er puur aan hem. Als hij zijn tennis aanpast met zijn talent, dan heeft hij een kans. Als hij hetzelfde blijft tennis als hij jaren gedaan heeft, dan gaat het hem niet worden. En dat heb ik hem ook verteld. En daar gelooft hij ook in. Ook moet hij sterker worden. Hij weegt 65 kilo en hij is 1,80. Dus ik vind wel dat er 5 kilo's aan kunnen. Dus we zijn hard bezig. En zelf ervaring als coach 1-op-1, heb je misschien niet echt, hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, dat is ervaring. Wat is ervaring? Ik heb geloof ik 5,5 jaar met Nick Carr geweest. Een van de beste coaches van de wereld. Rowan Gutske ervaring mee gehad van Krajicek natuurlijk. Kijk, als je dan de oefeningen niet weet, dan komt wel goed.